Heb je een Playboy? Hey jongens, goedemiddag. Het is lekker zonnig, het is winter, het is koud en we gaan dit azen. Yes, in mijn eigen weer zover. En ik heb er zin in. Aasvers besteld, ze zijn verser dan vers. Nieuwe dobbertjes, scherpe haken. Ja, het moet goed komen toch? Ja, zo zijn we wel. Tjaka. Ja, dat is altijd zo rijk dat we eens een keertje geen aas voorbereid hadden. En dat zelf vangen is natuurlijk ook niks. Ja, dat zelf vangen lukt ons ook nooit. Hebben we dat gisteravond even besteld om een uurtje beneden. Is gelijk de volgende dag binnen, bevroren, gekoeld. Ja, tof, makreel, haring. Haring, grote vorst. Dit zijn wel units, hoor. Zo, voor die meters. Die zijn denk ik wel een centimeter of 25. Ja, eerst voor die meters toe, voor die meters toe. Dobbertjes, haakjes. We zijn helemaal voorbereid. 2021 voor een knallend jaar. En we gaan proberen. Aasversterker.nl, ja, dat zijn ze. Yes, aangekomen op de stek. We gaan eerst even de voorbereiding treffen. Ik heb hier mooie sardines, jongen. En hier wordt best wel veel gevist. Volgens mij altijd met voorn. Dus dan, nou, dan denk ik, ik ga met zeevis. Kijk, hier een priem. Dan moet je een paar keer even door het midden. Laat eens precies zien waar. Om zwembraas door te prikken. Ja, dat is handig, anders, waarvoor? Ja, anders gaat je vis zeg maar zo drijven in het water, onder water. Hij hoort zo. Hij moet gewoon stil liggen. En die snoep die pakt hem dan zo van onder. En dan zit je haakje zit hier. Pakt hij hem en dan gaan we wachten en dan staan. Goed komen. Yes. Nee, visie. Hey, dit... Haha, ja, we gaan lekker vissen. Eten, meneer. Van de vissenboer. Nou jongens, hoe maak je nou een doodaasmontage? We beginnen met een stoppetje. Dat is altijd belangrijk. Je hebt een mooi rustje hebben ze. Kijk, die van die rustjes, dat doe je lijn doorheen. En dan kan je hem zo op je lijn rijden. Dat is zeg maar om de diepte van je dobber in te stellen. Zo hebben we er eentje. En dan pakken we de dobber. Waar is het kleine dobbertje? Klein dobbertje zit in de doos. Klein dobbertje. Je hebt dat goed op het gewicht, 15 gram. Dit moet je een beetje uitbalanceren met het aantal roodjes wat je erbij doet en de aasvis wat hij weegt. Dat doe je door je lijn heen. Heb je zeker vaker gedaan dit? Ja, dat is heel vaak. Zo. Nou, wat je dan doet, dan pak je het roodje. Dit zijn roodjes van 5 gram. Doe ik er 2 op, dan hebben we nog 5 gram over. Dat is ongeveer de aasvis. En dan bij het kleinste aanbeetje wat je krijgt, gaat die onder. En dat wil je natuurlijk. Ik zal ondertussen even kijken waar mijn dobber is. Ja, die is er nog. Wat je dan doet, je doet een rubbertje op je lijn. Om te zorgen dat je rood niet je dobber beschadigt. Zo. Pak je 2 roodjes. En dan doe je vervolgens weer een rubbertje. En dat is om te zorgen dat je rood niet je wortel beschadigt. En je onderlijn. En dan... Ook al doen we dit niet al te vaak, heb je er toch wel verstand van. Kijk, het is zeg maar wat je nu hebt. Heel mooi. Kan je hier de diepte instellen met dit stuitje. Nu het goed zichtbaar is. Ja. Nou, dan pakken we de onderlijn. En wat hebben wij nou? Staal of vuurcarbon? Doe maar vuurcarbon. Kijk, je kan onderlijnen zelf maken of kant-en-klaar door het aas onderlijnen kopen. Maar wat ook kan, dat is handig als je van haak wil wisselen, omdat die niet scherp genoeg is. Is gewoon een standaard onderlijntje voor het snoeken. En dat je daar een dreg aan monteert. Dan kan je natuurlijk snel wisselen van haak. Ja, dat is en je kan hem alsnog gebruiken voor het snoeken. Dat is handig. Eigenlijk hebben wij de dreggen ook klaar liggen. Je maakt je met gewoon een normale bredknoop maak je deze vast. Doe bredknoop. 8 keer wikken, dan maken. Likken. En er doorheen. Aantrekken. Ja, die zit vast. Afknippen. Is dit de montage? Dan maken we aan deze speldwortel een dreg vast. En graag, Kees. Kind kan de was doen. Yes. Yo, hey Wietse. Nou, om de vis iets meer attractiewaarde te geven, gaan we hem vaccineren met een klein beetje zomerolie. Hoe werkt het dan? Dat werkt als volgt. Je stopt de naald, stop je. Dat ook fijn als het past. Oh, joh, joh. Kan je zien dat ik dat vaker heb gedaan? Ja. Nou kijk, goed, daar zijn we dan. Je zuigt een beetje vol met zomerolie. En dan is het tijd voor de grote vaccinatie, hè.
Nou ja, ik heb dat nog nooit eerder gedaan. Gewoon in zijn buik. In zijn buikie. Werk bij de GGD. Met je een paar plekjes. Zo, die zit helemaal vol. Ja, dat is lekker hoor. Ja. Moet je eens even ruiken. Nou, ruiken doe ik liever niet. Ik heb gekozen voor een klein horsmakreeltje met een beetje zomer. Nee, dat is een normaal makreel. Ik heb gekozen voor een normaal makreeltje, klein beetje zomer, Willy. Die gaan we bij de derde auto gaan we deponeren in het water. Yes. En hopen op een flink jongen. Laten we eens even zien. Ja, dat wordt hem, hè. Simpel dobbertje, vuur carbon, dreggie en een makreel. Ja, yes. Knallen. Meters hoor dat, meters snoeken. Yes. Kijk even die olie. Zo. Dat is niet normaal die olie, gek. Wat heb je daar aan hè? Mooi braaspie jongens. Ik ga hem inknallen. De bijvangst. Wel altijd oppassen met inwerpen, want hij zit natuurlijk maar met één haak vast. Het zonde als je hem speelt. Hoppa. Ja. Die voor mij ligt daar verderop. Mooi. Een heel klein rood puntje zie je. Lekker maat. Mooi. Zo jongens, daar fietst de handhaving weg. We zijn net gecontroleerd. Zorg altijd jongens, neem je vispas mee. Want een boete, dat wil je niet. Ik blijf het zeggen. Nou jongens, ook hier bleven de dobbers roerloos liggen. Daar zie je hem. Dan naar het volgende stekkie. Drie kwartier verder. En die snoek komt vanzelf. Yo Daan, wat is er gebeurd? Ja, ik weet het zelf ook niet. Ik ga hem omhoog en kijk. De onderkant van zijn buik is helemaal open en de organen komen eruit. Maar ja, het is wel extra opgeleven. Attractie, hè? Ja, lekker. Hè? Komen die vloeistof een beetje vrij. Ja, hou ze van. En we gaan door naar het volgende stekkie. Yes. Tenminste, één toestel, hè? Dat vind ik aardig lekker. Ja, dat is lekker, hè? Lekker, hè? Lekker. Hé, zo mogen jullie afleven. Ze ruiken in ieder geval goed, hè? Ja. Dat is wel een mooie bevestiging. Vers met de pet. Yes. Yes, jongens. Volgende stek inmiddels. Ja, lekker, hè? Hoe staat het ervoor dan? Ja, kan goed. Helemaal niks van, hè? Koud, denk ik, hè? We zijn echt doorzetters. Het begint met regenen. Ja. We gaan nog maar even een uurtje, denk ik. Yes. Hoop het beste. Zo, jongens. Het is jammer. Ik ga er even. Hij ligt denk ik 3 minuten in. Ik ga meteen een aanbiet. Aardig te pakken genomen. Ik ga hem weer teruggooien en hoop ik gaat hij nog een keer. Kutzooi. Hij schoot na een paar seconden los. Nou ja, jongens, een hele goede middag. Chit hier. Ik ga het ook maar eens een keer proberen met Dota's. Zoals jullie wel hebben gezien, heb Broerly vaak geblenkt met de Dota's. En ik ga het een middagje proberen. Je ziet het. Een mooie vorm. En we gaan hem even een lekkere injectie geven. Zo, die gaat wel even lekker stinken. En we gaan hem ingooien. Nou jongens, een half uurtje verder. Ik ben maar even verkast. Daar een engeltje, hier een engeltje. En zo blijf ik het veel de middag doen. Om het half uur een nieuwe stek. En hopen dat er ergens een snoek toch op mij ligt te wachten. Nou Wietz, leg jij eens even uit wat je nodig hebt om te gaan doodaasvissen. Ja, het is niet heel veel. Het kan gewoon met een spinning, het kan met een karpengel. Maar dit is een dwarf. Dat is eigenlijk een soort van telescopische karpengel. Ideaal om mee te nemen in een auto bijvoorbeeld. Hij is 2,75 lbs. En uiteindelijk is hij 3,20 volgens mij. Kijk, dan doen we de motor open. En dan schuift hij zo uit. Ideaal, goed werpgewicht. Ik kan een zware aafjes aan mee vervoeren. Dan hebben we hier de Shimano Ultegra. Spinmotor variant. Die we ook voor het oppervlaktevis gebruiken. Het is gewoon een heerlijk mootje, goede schip. Heb je ook wel nodig bij sterke snoeken. Dan 2500ste nylon. En hier gaat het uiteindelijk om. Snoekdobber. Even kijken hoeveel is dit. 20 gram. En hieronder een roodje zodat hij in evenwicht is. Met een stoppetje. En dan een onderhandje zelf gemaakt. Van zo'n 40 cm, 45 cm. Met staaldraad. En aan het einde één grote scherpe dreg. Gebruik absoluut niet meer dreggen bij doodaasvissen. Want dan kan die snoek alleen maar in stikken. Het is ook zeker belangrijk dat, stel dat je ziet de dobber ondergaan, 5 seconden wachten en dan aanstaan. Ga dan niet 10 of 20 seconden wachten, want dan zit hij eigenlijk veel te diep in zijn bek. Krijg je moeilijk te uit. Nou, het ligt er gewoon aan wat voor goed grote aasvis je gebruikt. Als je een hele grote aasvis gebruikt, kan je wat langer wachten. Is je aasvis wat kleiner, wacht gewoon niet meer dan 10 seconden. En, 5 seconden is best. Zwaar. Maar dit gaat hem worden. We gaan ervoor. Ja. Abonneer op DW Fishing Team. Kijk. Wat een legend. Wat een legend. Kijk eens. Zo grappig. Daar heb je hem. Ja, lekker bakkie jongens. Lekker bakkie, hé. Oude gek. Hoort erbij. Het zijn koude dagen, dus we moeten wel warm blijven. Mooi. Even een lekker bakkie van moeders. Moeders, SO Neo. SO Neo moeders, sowieso. Wat zeggen we dan? Proost. Nou jongens, we hadden het weer voor gezien. Het leverde niks op de jachthaven, dus we gaan naar een andere stek. En misschien dat daar wel een
Hapklare snoep. Zo is het. Klaar ligt. We gaan ervoor. Hapklare snoep klaar ligt. Yes. Dat klopt voor mij niet helemaal. Gaat goed. Maakt niet uit. Ja, yes, jongens, we zijn er weer. Een paar weken zeilten. Ik heb even opnieuw door het aas besteld. Een beetje kleinere vissen. Want vorige keer die grote dingen die bleven onaangeraakt. Dus wat heb ik hier bij me? Centimeter of 10. Een kleine braaspie. Een vormtje. En spiering. En dit is leuk. Het is 7 centimeter, 7 tot 10 centimeter. Niet heel groot. Maar op dit water zit veel snoekbars. Dit is een ideaal snoekbars aasie. Dan heb ik hier dan een poesterspray, makreel. En die ga ik op die spiering spruiten om extra attractie te krijgen. Even kijken of dat goed op beeld komt. Zo, een beetje op het vormtje. Helemaal goed. En ga ik ze op twee verschillende diepten zeggen. Eentje is op snoek, eentje op snoekbars. We gaan het zien. Ik ben benieuwd. We gaan ervoor. Let's go. Hij op mijn top. Doe het aasbestellen.nl. Boosters, aasvissen. Nou, dit zijn kantjes. Spierenkies, kleine vormtjes. En ik heb even zelf een grote gevangen vorm bijgedaan. En ze hebben heel veel assortiment. Ook zeevis. Dus ja, voor ieder wat wil. Ideale website. Dreggies. Toppertjes. Tangetjes. Ze hebben al van alles. Zo jongens, die oostenwind is echt bizar koud. Maar ik denk deze stek gaat niet meer gebeuren. Meerdere steks afgevist, meerdere aasvissen. Maar dat hoort er ook bij. Ik ga naar de volgende stek en dan zie je me daar weer. Yo jongens, morgen, ik ben er weer. Ik heb nog steeds geen dit aasnoek gevangen, maar ik was er heel dichtbij vorige keer. Ik had al gezegd, mijn dobber schoot onder. En ik sloeg te snel aan. Ik denk binnen 2-3 seconden. Toen ik heel enthousiast was dat de dobber onderging. Toen zag ik echt de snoek en ik trok zo die vis uit zijn bek. De volgende keer ga ik lang wachten. Ik heb een mooi blaaspier aan zitten. En natuurlijk het dobbertje. Hij is nu nog een beetje bevroren. Wat ik dan altijd als tip meegeef. Zet hem even in een ander stuk water dan waar je gaat vissen. Even ontdooien in het water. Dan gaat hij een stuk sneller dan op de kant. En als je denkt van hij is nu zacht genoeg. Dan gooi je hem op de stek. Stel je gooit hem op de stek waar je echt snoek verwacht. En hij bijt in een stuk ijs. Dan gaat hij natuurlijk ook snel los. Dus tip van de dag. Ga hem inknallen. Let's go. Nou, wat zijn nou een beetje goede dit aanstekken? Je ziet hier een mooi bruggetje. En een driesplitsing, want hier komt hij uit de polder en hier heb je nog een brug. Dan staat hier een beetje stroom in. Dus ik ga met twee hengels vissen. Het ziet heel snoek achteruit, dus ik denk dat het wel moeilijk. Yes jongens, het is niet normaal. Eindelijk een aanbeet. Zo, hij springt uit water. Zo, kleintje. Maar ik ga hem even scheppen, want ik ben bang dat hij al schiet. Lekker. Ja jongens, daar is hij dan, de eerste doet aasnoep. De vorige die zat gewoon nog in zijn bek. Weer gehakt. Klein snoekje, maar ik ben er echt fucking bij me. Aardig had gebrengd en die dobbel knalde van onder. Nou telt hij. Yes. En dan gaan we hier de vissen zien die de plekken die snoek even uit het water heeft gehaald. Ja jongens. 7 centimeter schat, nou ruim. Ik denk niet eens, ik denk in de 60. Mooi ding man. Mooi snoekje op de... Ja, absoluut. Nou, dit was op de al met al. Er zijn nog wel voorbijgangers die natuurlijk ook graag willen kijken wat hij gevangen heeft. Nou ja, je ziet het. Een mooie snoek. Absoluut. Nou, hij staat erop wat mij betreft. Nou, jongens, mijn meter in deed je niet. Maar een mooie snoekie. Centimeter 60, 70. Ja, prachtig. Hij mag weer gaan. Beetje bij een lage kant. En wat je dan doet, is je laat de snoek los. En dan altijd even een beetje tegenhouden. Tot hij zelf kan gaan. Kijk, daar gaat hij. Yes. Nou, je ziet de aasvis. Hij zat heel weer gehaakt. Je ziet, hij heeft hem echt wel te pakken gehad hier. Hier is hij nog erg. Maar op zich is hij nog wel best wel vers. Dus ik ga hem gewoon nog een keer aan. Wie weet, volgt er nog één. Zo jongens, ik ben hier toch wel even bij me. Toch denk ik een keer of 4-5 gebrengd. Niet heel lang gevist, meestal maar een uurtje of anderhalf, twee. Ja, echt wel koud en taaie omstandigheden. Eén vis verspild. En nu eindelijk schiet hij dobber best wel snel onder. Ik denk binnen een kwartiertje dat ik aan het vissen ben. Ik ben echt wel blij mee. En dat geeft de burger moed. We hebben sowieso een video, daar ben ik ook blij mee. En we gaan gewoon door naar de volgende. Maar de trucks van de keten. Ja, jongens, wat ik nog als tip kan meegeven is vissen altijd met twee hengels. Dat mag natuurlijk. En met twee verschillende soorten aasvis. Om je kansen optimaal te spreiden. Je ziet hier, ik heb een braaspie en een klein vorentje. De braas gaat richting de 15 centimeter. En die voren is een centimeter of 8. En ja, dan weet je gewoon precies wat de snoek het lekkerst vindt op die middag. En ook je dobbers, stel die op verschillende dieptes in. Om te kijken waar die vis ligt.
En ik heb natuurlijk net die vis gevangen en daar ga ik deze dobber, die andere dobber nu ook op instellen. Dus ja, zo eigenlijk gespreiden is gewoon meer kansen en meer snoek uiteindelijk. Dus doe je voordeel mee. Nou, ik heb één hengeltje onder dat viaduct, duiker gegooid. Die andere doe ik dan echt een stuk verder, hier zo. Een beetje bij zo'n, zo'n schots, zo'n band, een damband. En eigenlijk ook gewoon spreiden, verschillende plekken, verschillende dieptes. Kijken waar die vis zich ophoopt. En dan stel dat je een aanbod krijgt, kan je er eventueel nog een tweede hengel bij gaan richten om te kijken of het doorhapt. Ja, jongens, het zit er weer op. Het is bij één stukje geweven. Een paar dagen geleden heb ik er nog een andere gespeeld. Maar ik denk toch al met al een leuke video. Geproduceerd met veel tips. Dus doe zeker echt een duimpje heb je mogen gehad. Hieronder in de comments weten wat je ervan vindt. Of wat voor video je misschien nog wilt in dit winterseizoen. Droogvissen. We zijn ook bezig met het maken van een kunstgrasvideo. Dus die kan je ook verwachten. En wellicht van een deel 2 van deze Dota's sessie. Ja, doe even dat duimpje omhoog. Abonneer zeker voor meer. Dat waarderen we enorm. En dat geeft dus veel views. Dat komt het uiteindelijk allemaal voor. En dan zien we je volgende keer weer. Ja, dus...